Hi, Jacqueline hier. Ik heb een nieuwe reading gemaakt voor het aankomende weekend. En dan hebben we het dus over 16 en 17 september. Ik heb daarvoor de kaarten van het Gaia-orakel gebruikt. Ik vind dat orakel heel fijn om te gebruiken, omdat het eigenlijk altijd een positieve boodschap met zich meedraagt. En ik heb het gevoel dat we dat wel kunnen gebruiken. Het interessante is, je hebt het al even kunnen zien, is dat de kaarten eigenlijk refereren aan wat we al de hele week aan het doormaken zijn. Voor zaterdag heb ik de boom van het leven. En de boom van het leven staat voor de dingen die we nog moeten doen deze week. De boom van het leven staat voor creativiteit, voor het opruimen, maar ook voor het daadwerkelijk stappen zetten in de nieuwe richting die je leven heeft aangenomen. Of die je zelf bent ingeslagen. Daar waar je nog het gevoel hebt dat je stilstaat, is morgen wel een hele goede dag om daarmee aan de slag te gaan. Zet gewoon stappen, zodat je zeker weet dat ook voor jou dat nieuwe begin daadwerkelijk wel gaat rollen. We houden onszelf namelijk heel vaak tegen. Creativiteit kan erbij helpen. Het kan zijn dat je een heel nieuw opruimsysteem bedenkt voor je boekenkast, zoals ik afgelopen week heb gedaan. Maar het kan ook zijn dat je een vision board wilt maken of nou ja, een leuke tekening knutselen of tekenen of knutselen met je kinderen of met jezelf. Geef daar wel uiting aan, want het is het nodig om daar waar je jezelf nog steeds een beetje klein houdt en nog steeds vastzet, is dit een mooie gelegenheid om op een creatieve manier de verandering in gang te zetten die je zo graag wil. Voor zondag hebben we deze engel, een verborgen gave. De engel die oogt een beetje verdrietig. En dat heeft ermee te maken dat als je ergens nieuw aan begint, dat daar ook altijd iets is wat je achterlaat. Het kan zijn dat je een beetje somber, misschien meer melancholisch voelt. Maakt niet uit. Hou het gevoel niet te lang vast. Je mag erbij stilstaan, je mag erom huilen, je mag het even omarmen. Maar zorg dat je niet meer vasthoudt aan het verleden. Net als de boodschappen deze week al eerder verteld. Als je in het verleden leeft, kun je niet vooruit. Het mogen mooie herinneringen zijn, maar het mogen niet langer blokkades zijn. En wat is nou de voeding van de ziel die we uit dit weekend kunnen halen? En die is ook wel heel erg mooi. Dat is de godin van het scheppen. Je creativiteit groeit. Je inspiratie groeit. Ook de respons op datgene wat je aan het doen bent, wordt groter. En ondanks dat het weekend vaak bedoeld is om uit te rusten, is dit komende weekend eigenlijk specifiek meer bedoeld voor het daadwerkelijk zetten van stappen die je al heel lang hebt uitgesteld. Maar je mag het op een zachte, een zachtaardige, liefdevolle manier gaan doen deze keer. Dus opruimen, stappen zetten, plannen maken, doelen in gang zetten, zodat je daadwerkelijk je nieuwe begin kunt krijgen. Niet te lang stilstaan meer bij het verleden. Want er ligt nog zoveel moois op je te wachten. Dus pak het leven aan, geniet van het weekend en ik zie je maandag.